3, 2, 1. Yes. We zijn geland. Even de parachute wegdoen. En let's go. We zijn uitgekomen in the middle of nowhere. Dit is denk ik een soort van straat. Ja, een straat. En dan gaan we even kijken. Als hier nu één persoon komt via deze kant, kan ik hem direct terugsturen. Meer kan ik niet zeggen. Dat is één ding wat 100 miljoen % zeker is. Heerlijk. 1 jaar nog en dan weten jullie meer. Wat ik nu gezegd heb. Dus, dat ga ik zeggen. Dus dat is wel mooi. Kijk eens naar die tunnel. Als het goed is, moet er ook water bij zijn. Yes. Kijk eens hier, jongens. Dat ziet er mooi uit. Oh, man. Kijk eens even. Heel erg gaaf. Kijk eens naar die sluis. Heel erg gaaf, jongens. We zijn begonnen met nachtwandelingen. Vanuit hier gaan we doorstoten naar Duitsland. Germania staat er op de kaart. En dan let's go. We gaan even het bos verkennen daar. Heerlijk. Met een beetje geluk komen we morgen vroeg aan als het nog donker is, hoop ik. Anders zijn we wel heel erg lang aan het lopen. En dat is het eigenlijk. Lantaarns hebben ze voor mij blijkbaar ook al uitgezet. Dat zijn lantaarnpalen. Dus het is wel mooi. Een nachtwandeling in het donker. Oh jee. We hebben een flesje water bij ons. Nog een paar andere zakken met flessen water. En even doorstappen, jongens. Ah, Duitsland, we komen er weer aan. Dit heeft een tijd geduurd, maar we gaan weer richting spaarkassen. Jawel. Heerlijk. Oh man, ik moest er even uit. Sorry hoor, gasten. Oh man. 10.000 stappen lopen? Nee, ik kon het niet meer aan. Ik wilde ermee stoppen. Nu gaan we 20.000 stappen lopen, 2 keer. Denk daar maar eens even heel goed over na, jongens. Ja, we hebben een sportklokje gekocht. En die zit op mijn arm hier. Snap je? Dus dat is altijd wel mooi. Oh, man. Zit ik heel even te kijken waarom mijn camera zo raar doet. Hé, hey, gast. Yes! Hij had opstartproblemen, jongens. Wat is dit? Oh jee. Ja, ik wil niet boos. Nee, we gaan niet boos worden. Heerlijk. Kijk eens, alles onder controle houden. Oh. Oké, we gaan verder met de vlog. We kunnen zijn dat we er wat uitknippen, maar het kan ook zijn dat ik het gewoon laat staan. En dan gaan we zo dadelijk rechts aflopen. En dan gaan we doorstoten richting Duitsland. Treinen rijden wel, yes. En dan gaan we even kijken wat er gaat gebeuren, jongens. We gaan overnachten in het bos in Duitsland. Oh man. En dan gaan we vanuit Duitsland gaan we doorstoten verder het land in. Dus het is wel super mooi, jongens. En dan zijn we uit Nederland zijn we dan. Oh jee. En dan gaan we even kijken hoe lang we het volhouden daar in het land. Oh man, yes. Niet zeiken, maar doen. Dat is het allerbelangrijkste. Kijk eens even hier, jongens. Een auto kun je neerzetten bij een parkeerplaats. Ja, nou we het over parkeerplaatsen hebben. Daarachter. Er komen heel veel parkeerplaatsen. Heel veel, honderden. Maar daar ga ik nog video's over maken. Dat is nou nog niet even van toepassing, weet je. Even lekker brommen rijden. Heerlijk. Even lekker kou vatten. Ja, we lopen weer met open jas. Zie je dat? Heerlijk. Even de kou naar binnen laten, weet je. Even de motor goed op gang houden. Heerlijk. Kijk eens. Installatietechniek. Wacht, we moeten wel op het pad blijven lopen, niet te langs. Dat is. Ze hebben ook boompjes ingezaaid. Dat is ook trouwens wel mooi, jongens. Ja, wacht, kijk. Ik weet niet of jullie het zien. Daar heb je de brug. En dan heb je hier.
Een heel sneaky weggetje. En dan kwam ik 's ochtends, heel vroeg kwam ik daar en dan was een Chinees mannetje was daar aan het pompen. Die was met sport bezig. Maar die ging zo hard tekeer dat hij gewoon helemaal zweten deed. En hij groette mij nog, weet je. Zijn vrouwtje stond er ook naast. Ik denk, wow. Weet je, hij was keihard aan het pompen was die. Dat was op dit weg, op dit weggetje was dat. Heel erg gaaf, jongens. Ja, als mensen eenmaal aan sport doen, dan blijven ze doorgaan. Heel erg mooi, jongens. Niet lachen, maar lopen. Kijk eens even hier, jongens. We moeten die hele stille weg in. Oh mijn god, we zien helemaal niks. Hier moeten we in. Ik ben bang, jongens. Oh, kijk, ik sta helemaal te trillen. Oh, man. Oh, Jezus. Kijk, het zou natuurlijk mooi zijn als we hier naar boven gaan lopen en de korte weg pakken via de snelweg. Maar elke 3-4 seconden jenst er een auto voorbij. Dus dat gaan we altijd niet redden. En er komt een trein aan. Let op, jongens. Allemaal mondkappen. Helemaal vol.